We besluiten Nieuwslijn nu met het weer. Het weerbericht van John Bernhard. John, spuit los. Ja, het is helaas niet zulk fraai weer op het ogenblik. Het is duidelijk dat het echt minder is dan alle warmte die we gehad hebben. Temperaturen tot bijna 30 graden. We hebben nu te maken met een depressie die ligt op de Noordzee met een harde zuidwestenwind. Er zit een enorm wolkengebied bij, dat kunnen we op het kaartje zien. Erg veel regen ook in onze buurt, de meeste nog boven Engeland. Komt allemaal onze kant uit. Ik denk ook dat we morgenochtend vrij slecht beginnen met die harde zuidwestenwind. Het is niet echt koud, maar toch ook graad of 14 morgenochtend. Veel regen, behoorlijk wat, vrij langdurig, gestaag, zonder opklaringen. Morgenmiddag kan de wind in het noordwesten van het land iets gaan draaien naar noordwest. En dan komen er een paar opklaringen. Maar ik denk dat in het zuiden van het land nog geruime tijd bewolkt blijft. Toch langzamerhand de betere kant uit. Vrijdag trekt het regengebied verder weg naar het zuiden. En vooral het noorden van het land heeft dan het aardigste weer. De temperatuur kan dan tot een graad of 19 komen. Zoals het er nu uitziet, onze computerprognoses geven voor dit weekend, zaterdag en zondag, temperaturen 20, 24 graden en wat meer zon en droog weer. De tendens is in elk geval verbeterend. Er zijn een heleboel mensen die nu op vakantie willen gaan. Het mooiste weer in heel Europa, dat treffen we aan in het zuidwesten. Spanje, Portugal, erg veel zon, temperaturen daar 30 tot 36 graden. Aan de andere kant, in het Middellandse Zeegebied, in de Middellandse Zee zelf erg veel zon, maar er zijn ook wat plekken waar het duidelijk minder is. Als een tijd lang in Joegoslavië, de hele komende week erg veel regenbui, ook aan de Adriatische kust van Italië, verder Italië. Mooi weer, temperaturen een graad of 25 en elders zo'n graad of 30. Dus daar ietsje mooier, maar het komt hier ook nog wel. Joop? Bedankt, John.